Formidable. Boerendag 2015, dat was de 39ste alweer. Dit jaar is de Boerendag op de schop gegaan, letterlijk in de demonstraties en figuurlijk door de wijzigingen op de Boerendag zelf dit jaar. Hoe zal de 45ste Boerendag eruit gaan zien? Kijk met ons mee naar onze reportage en oordeel zelf. De optocht die komt dit jaar weer na 20 jaar terug in Rijsbergen. De bewoners van het Rijserf zijn er heel erg blij mee. Jan Mulders aan mijn rechterzijde en Piet Cox aan mijn linkerzijde die gaan hierbij commentaar geven. We gaan kijken wat er als aan de leiding gaat en ik zie 4 hondenkarren. Over welke jaren praat ik dan, Jan? Hondenkarren, dat is eigenlijk vanuit de vorige eeuw. Maar tot 1920 mochten ze in Nederland nog ingespannen worden. Tegenwoordig mag dat niet meer, maar in België mag dat nog wel. Maar dan eigenlijk alleen maar voor demonstraties. Voor de, waarvoor werden ze in die jaren gebruikt? Ja, je ziet ze hier met melkkannen erop. Ze werden gebruikt om groenten naar de markt te brengen, fruit naar de markt te brengen, boter naar de markt te brengen. Overal wat niet te zwaar was, werd de hond ingespannen. En dan gaan we naar het volgende. Een zittend paard. Waar gaan die naartoe, Piet? Nou, die gaan gewoon naar het land toe. Die gaan naar het land toe? Ja. En die blijven daar heel de dag? Dat kan. Ja? Dat is afhankelijk van de buurt als ze bij hen. Oh ja. Goed, hier hebben we de hooikar. De kar met... het is hooi, denk ik, ja. Jan? Ja, vers hooi. Hooi wordt namelijk van gras gemaakt en stro is van graan. En daar rijden ze naar de boerderij? Ja. En dit zijn mensen die, arbeiders? Die zijn aan het gooien geweest. Ah ja. Dit is, die gaat denk ik ook naar de akker toe, hè? Ja, vroeger, die heeft een wentelploeg bij zich. Ja, hij heeft ook een tas bij. Zou je daar heel de dag blijven, denk je? Ja, die neemt zijn eten en drinken mee naar de akker en die blijft daar eten en drinken. Ja. Goed, hier komt de mustert. Waar dient de mustert voor? De mustert werd gebruikt om de oven warm te stoken voor het brood te bakken. Maar ook voor veevoer te kopen. Kleine aardappeltjes of wat ook echt als veevoer gebruikt. Hier hebben we een kar met koren, met roggen. Dat, ja, maar dat is allemaal gebonden, hoe noemen we dat? Dat zijn schoven. Dat is schoven. Ja, ja, en dat moet nog gedorsen worden en dan wordt vanmiddag weer de boerendag gedorsen. Ja, maar hoe staat dat op de akker? Want daar moet het drogen. Dan moet het eerst drogen. Dat wordt gemaakt met de zicht en de piklat en dan wordt het in hokken gezet. En vervolgens wordt er opgeladen naar drogers en dan gaat het de schuur in. En hier hebben we wel heel ziek. Piet, kun jij daar iets van vertellen? Dat is van oorsprong in de Rijsseers. Ja, en dat zijn nonnen, mag ik dat zo voorstellen? Ja, of ze zijn gekleed, misschien gaan ze wel carnaval houden, weet ik niet. Ja, dus hier zien we een kar. Die gaan ergens op bezoek, mag ik aannemen. Heel de familie nemen ze mee, hè? Heel de familie, ja. Vroeger was het wel eens, dan gingen ze met de kar naar de speeltuin met kinderen, met heel de familie. En dan gingen ze met zo'n kar? Ja, ja. He, want auto's en dat vervoer, dat was er niet, hè? De speeltuin in Tilburg, die was heel bekend in onze omgeving, hè? We kijken even naar de ploeg met een heel sterk paard ervoor. Een aardappelpootmachine. Een aardappelpootmachine. Die ploeg tussen een voortje en dan gaan die aardappelzetters worden daarin. En die worden naderhand toegedekt door die schijven aan de achterkant. Oh, dat gaat gewoon automatisch, hè? In één beweging. Deze kar? Dat is een trein. Geen terreinwagen, maar een trein. Want een trein bestaat uit meerdere delen. En dit is een kar met een voorstop. Dan konden ze dus een dubbele vracht meebrengen vanuit de polder. En hier hebben we de maaimachine. Nee, dit is denk ik... Hooikeerder. Ja. Daar zit Jan Snetbangers op. En dat gebruiken ze om het hooi wat gemaaid is een paar keer te keren. Dat het goed kan drogen. Hier hebben we de kunstmeststrooier. Van... Ja, Piet? Ja, kunstmeststrooier is er wel kalkstrooier. Ja, maar... Is dit nou de overgang naar de nieuwe techniek die zich aanmeldt? Want van tevoren werd er gezaaid met de zaaibak. Ja. Ja, hè? Maar, en dan werd er in die grote bak, daar werd kalk ingegooid, hè? Ja. Maar dat was dan nog
poedervorm in het begin. Ja, dat is deze ook speciaal geschikt voor poeder. Voor kalf en slakkenmeel. Vroeger werd er veel slakkenmeel gemaakt. Met kalf. En dat tijd kalf ook, hè? Ja, maar die was karval. Ja. Hier hebben we, vertel maar even Jan wat dit is. Dat is een kanon, dat is van de Belgische oorsprong. Oh, dat komt van België? Ja, ik denk dat dat nog vanuit de Eerste Wereldoorlog is. Dat noemen ze in België de Grote Oorlog, hè? Ja, ja, ja. De tweede was ook wel heftig, maar de eerste... Het is ook heel sympathiek dat de Belgen op deze optocht vertegenwoordigd zijn, hè? Ja, we zijn nog een paar kilometer van de Belgische grens. Dus... Ja, en dit machine, ja, nummer 35? Aardappelrooier, die kon twee rijen aardappelen tegelijk rooien. En dit machine? Dat is een veldspuit. Er werd hier niet zoveel gebruikt, maar je kon er hele velden tegelijk mee sproeien. Waarbij je rugspuit op je rug alles moet lopen. We zien nu een kar met graanzakken. Wat voor graan zit erin? Er kan koren zitten of gerst. Oh, dat denk ik niet. En waar rijd je nou naartoe, denk je? Hier rijd naar of naar de molen of ja, waarschijnlijk wel. Ja. Kan het ook zijn dat hij naar een grote silo rijdt, want die waren er toen nog niet? CV, nee. Nee, die CV, dat is allemaal van veel later, hè? Ja. Ja. Van hier hebben we Jan. Kun je dit even verduidelijken? Dat is een kleine zweem met een echt hier erop. En wat je hier ziet, dat is een klikkar. En die klikkar, die kan klikken als ze dus een vracht geladen hebben. Dan stoot het paard achteruit, trekken ze die boom eruit en dan kan heel de vracht die kan gelijk in één keer klikken. En met aardappelen, met suikerbieten. En dan hoeft er geen handenarbeid verricht te worden. Ja. Die mensen waren toen ook al heel erg slim, hè? Ja. Slimmer dan je verwacht. Ja. Dit is? Dit zijn ook weer de Belgen. Daar zit Louis de Bie ook bij. En die gaan ook met de hele familie op stap. En heel gezellig is dat, denk ik, hè? Ja. Zijn ze zo van West-Wezel naar hier gekomen? Ik denk het wel. Het zou best kunnen. Want hier reizen ze ook zo naar het strand, zullen weer. Dat zou kunnen. Hier hebben we de groentekar. Ja, ook de Belgen. Die brengen hun eigen groente en fruit mee. Dit gaat naar de veiling. Vroeger kwam ook de groenteboer aan huis. Ja. De melkboer en de bakker en de slager. Wat voor kar mogen we hier aan zien? Dat is een driewielige kar. En die werd voornamelijk in het westen gebruikt. Zowel in België, Vlaanderen als ook hier wel in de streek. Piet, dit is een kustmestrooier. De enige opvolger van de schotelstrooier. Oh, ja. En dit is dus voor een apparaat? Een hooikeer misschien. En dat is? Dat hooi moet gekeerd worden? Die is tweezijdig. Als je andersom draait, dan kunnen ze ook ruggen. Oh ja, en ruggen, ja. En dit is? De straatveger. De straatveger. Die rijdt achterop, die sluit de stoeten af. Wat zou kunnen zijn dat er... Als je de paarden achterlaten, dan mag hij ook. Dan mag hij ook. Ja, hij is ook in functie. We kunnen het zien, zeker met beelden. Goed, bedankt voor jullie toelichting. Ja. Dag. Hier met Jos Verrijkenvorsel en Charles Luiten, de twee nestoren van de Boerendag. Jos, de Boerendag gaat op de schop, heb ik gelezen van het jaar. Wat houdt er nou precies in? Ja, dat heb je goed gelezen. Dan ben je ook goed op de hoogte. Ja, hij gaat op de schop en dat houdt in dat we terug in de tijd gaan. Dus helemaal back to, helemaal tot het begin, laat ik het zo zeggen, in het Nederlands. Tot de eerste Boerendag. Dus boerderijdieren. En sfeer en gezelligheid. En wat zijn nou de argumenten geweest, Jos, om dat te veranderen? Nou, vorig jaar dan, waren we al weer vooruit te kijken naar het 40 jaar bestaan. En dan, ja, wat duren we dan in? Wat gaan we doen? Hoe willen we het nou? En dan kom je dus tot de conclusie dat je kent iedere keer wel duurder en groter en meer. Maar wij hebben toen op een gegeven moment besloten, met niet alleen het bestuur. Dat hebben wij met een heleboel commissieleden en vrijwilligers gedaan. Gezegd van... Wat gaan we doen? En daar is eigenlijk ook dit uitgekomen. Ik hou hier wel van. Ja. Dit is het echte. Wat hier voorbij trekt, dat is het echte. Dat is echt goed. Let me go. I don't wanna be your.
We'll be right back.
belangrijke activiteit van ons is natuurlijk hier zo de jongveekeuring op de Boerendag in Rijsbergen, waar wij ook ieder jaar welkom zijn. Onze dank daarvoor, maar wij zijn erg blij met de organisatie van de Boerendag. En ik hoop dat zij dat ook met ons zijn. Hier, u hebt het waarschijnlijk al kunnen zien bij de jongveekeuring. Het is met name om het stimuleren van de jonge mensen in onze sector om te gaan met vee en om ze warm te houden voor de sector waarin wij ons bewegen. Daarnaast is het natuurlijk ook voor ons belangrijk dat wij u aan het grote publiek tonen waar wij mee bezig zijn. En dat is dit natuurlijk een prachtige gelegenheid voor. Ik kan wel horen dat koeien eigenlijk dieren zijn die in hun eigen omgeving het beste accorderen. Ze staan de hele tijd te loeien en dat doen ze eigenlijk toch wel een klein beetje met wat heimwee naar hun eigen stal. He, die stal, dat is voor een koe heilig eigenlijk, dat is zijn eigen plaatsje. En we hebben natuurlijk allerlei discussie over wel of niet weidegang. He, een weidegang is voor een koe hartstikke moeilijk dit weer, maar dat vinden wij zelf ook mooi. Elke dag dat u eigenlijk niet wilt gaan fietsen, omdat u vindt dat het te warm is of dat het regent, is de koe ook veel liever binnen als buiten. Want als je een keuze heeft tussen binnen en buiten, dan krijgen ze, en vooral als met robot melken, dan krijgt de koe de keuze of je binnen moet, mag of buiten. Nou, dan blijft de koe echt wel binnen. En ja, wij maken ons eigenlijk daar heel erg druk over. Maar als je ziet tegenwoordig wat in koecomfort gedaan wordt, in die stallen, ja, dan durf ik bijna te zeggen dat de gemiddelde koe het eigenlijk beter heeft altijd binnen als dat je buiten loopt. Ik ben Gerrit Willemsen en ik woon in Hengelo. In Hengelo? Ja. Gaat u vaak dit soort festiviteiten af? Regelmatig. Ja. Maar wel vooral ambachtenmarkten en geen rommelmarkten. Nee, echte ambachtenmarkten. Echte ambachtenmarkten. Ja. Ik ben er helemaal aan verslaafd. Ja. Elke dag doe ik het. Die korf die was daar helemaal uitgesneden als een korf. En allemaal met dat vlechtwerk. En daar komt lappen op. Dit wordt een prototype van de CNA, van de Brennickmeijers. Die zijn in 1842 zijn ze begonnen te lopen van de plaats Mettingen tot en met Sneek in Friesland. Ja. Ook bijbelse figuren zie ik erbij staan. En bijbelse figuren ook. Ik beeld en bij. Hoe worden die afgezet? Ook aan de liefhebber. Ja. Allemaal aan de liefhebber. Maar dat heb ik ook net zo liever. Als ik die persoon na de tijd een paar jaar daarna weer tegenkom en ja. Zeggen van kerel, we hebben een mooi beeld gemaakt. Ja, dat ja, doen we natuurlijk. Ja. En dan is de poen uiteindelijk ook allemaal bijzaak. Dat is Lindhout. Je moet een houtsoort hebben met een korte draad, een korte nerf. Ja. En doordat het een korte nerf is, dan is het toch weer elastisch. Wanneer je een lange nerf hebt en je gaat ermee de bijtel in een stroop of zo verder, dan krijg je, ja, dan krijg je ontzettend ruw werk van. Ja. Dit is nu ruw. Komt het nou straks een was overheen? Was. Ja? Bijenwas. Originele bijenwas. Ja. Ja. En dan lichte, middel en donker. Toen die beelden van mij, dus trek ik drie lagen was op. Ja. Maar het duurt bij mij zo'n beetje een hele week. Dan laat ik het drogen, want er zit namelijk zo wanneer hij de eerste keer de was erop doet en je gaat er te gauw overheen, dan lost alles weer op. Ja, ja. Maar dat moet niet. Die lagen worden steeds dikker. Althans, dat moet dikker worden. We staan voor de Vogelvriend. Wie bent u? Ik ben Peter Hertz, de voorzitter van Vogelvereniging De Vogelvriend. En waar zit die vereniging? De vereniging is Rijsbergen en omstreken, dus onze leden komen eigenlijk uit de omgeving van Rijsbergen en uiteraard het grootste gedeelte uit Rijsbergen zelf. Ja, ja. Hoeveel deelnemers zijn er? Nou, wij hebben een bijna 80 leden. En dat is voor vogelclub begrippen
Heel veel. We zijn de derde grootste vereniging van Brabant. Ja. We hebben hier een gigantische tent staan. Met allemaal bruikbare spullen die we het hele jaar door verzamelen. Ja, ja. Wij hebben hier en daar flyers hangen. Vrienden en bekenden. Ze weten eigenlijk allemaal in Rijsbergen en omstreken dat de Vogelvriend spulletjes verzamelt om op de boerendag te kunnen verkopen. Want dat is ook echt de enige gelegenheid dat wij spulletjes verkopen. Breng je tijdig op? Het is een welkome bijdrage in de verenigingskas die we ook nodig hebben om de activiteiten die we doen zoveel mogelijk kostenvrij voor de leden te kunnen doen. We hebben de jaarlijkse tentoonstelling in het tweede hele weekend in november. Maar we doen ook in het voorjaar een fietstocht waar iedereen gratis aan mee mag doen. Dat zijn echt verenigingsactiviteiten waar onze leden, maar ook anderen aan mee mogen doen. Wat voor vogels zijn er eigenlijk? Nou, we hebben bijna alle soorten vogels, van papegaaien tot, ik zou bijna zeggen, de huismus. Nou, zoals jullie hier zien, heel veel staat er in dozen. Dat betekent ook dat wij echt sorteren. Hè? Want we krijgen hele huisraden ooit aangeboden. En daar zitten nog eenmaal spullen bij die we wel of niet kunnen gebruiken. We beginnen elk jaar opnieuw. Dus wat jullie nu zien, dat is of vanavond verkocht, of het gaat naar een adres waar we het gratis af mogen dragen. En na morgen beginnen we weer opnieuw. Dan beginnen de eerste mensen alweer te bellen om goederen aan te bieden aan ons. En wij halen het op en slaan het op, sorteren het. En volgend jaar met Boerendag wordt het weer aan de man. Nou, ik ben André van Oers. Ik zit in bestuur van de ZRDF. ZRDF, dat is de Zundert en Rijsbergs Dartfederatie. We zijn eigenlijk een vereniging die de competitie regelt in Zundert en Rijsbergen. Wij hebben ongeveer tegen de 500 leden, maar dat is verdeeld over verschillende cafés, verschillende teams. We hebben nu 46 dartteams. Die bestaan ongeveer tussen de 9 en de 14 personen. Die darten dan in verschillende locaties in Zundert en Rijsbergen. Dat zijn ongeveer 20 locaties. En wij als ZRDF regelen gewoon eigenlijk de competitie en dat iedereen tegen elkaar speelt. En die competitie, wat houdt dat in? Op zo'n competitieavond dan speel je met 6 personen tegen 6 personen. Dan gooi je allemaal een single partij en gooi je 3 dubbelpartijen, koppelpartijtjes. Degene die aan het einde van het seizoen de meeste punten binnenhaalt, die is kampioen van die klasse, van die pool. Ja. Er wordt in verschillende klassen gewerkt. Ja, we hebben 3 klassen, de A, B en de C pool. En de A is eigenlijk de hoogste. En de nieuwelingen die starten onderin in de C pool. In de C, ja. Het is een beetje stabiel geweest. We hebben nu weer een nieuwe aanwas gekregen qua leden. We hebben 3 nieuwe teams erbij dit seizoen. Dus zit weer vooruitgang in. Ja, er zit vooruitgang in. Ja. Ja. Hey, en er wordt er ook buiten Zundert gespeeld? In competitieverband? Maar dat gaat buiten ons om. Wordt er ook nog in andere competities gespeeld. Bijvoorbeeld in Breda, in de WBDF. Daar hebben we in Zundert ook verschillende teams. En die dachten dan voor de Breda'se competitie. Ik ben Margaret Keizer. Ik woon in Breda. En ik ben samen met Anja in het bestuur van de Nederlandse Ezelvereniging, van het Stamboekvereniging. Ja. En wat doet die vereniging allemaal? De hoofdzaak van de vereniging, de hoofdtaak is de paspoorten verzorgen voor de ezels en het stamboek bijhouden, keuringen verzorgen, mensen voorlichten over hoe ze met ezels zouden moeten omgaan, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus het wel en wee van de ezel in de gaten houden. Ja. Hoeveel ezels zijn er zo geregistreerd? In Nederland bedoel je hoeveel ezels er geregistreerd staan? Ik denk dat er in Nederland rond de 6000 ezels geregistreerd staan, zeg maar. Niet allemaal in het stamboek uiteraard, maar wel ingeschreven staan. Ja. En hier in de omgeving? Nou, in de omgeving komen steeds meer ezels eigenlijk bij. Het is toch wel een groeiende hobby voor veel mensen. En wat zal hier in de omgeving wonen? Ik denk een ezel of 40. Nu heb ik me altijd laten wijsmaken dat een ezel ontzettend koppig kan zijn. Hè? Is dat zo? Een ezel is niet koppig. Een ezel is alleen eigenwijs. En dan in de positieve betekenis van het woord. Een ezel komt oorspronkelijk uit bergachtige gebieden. Waar die moet nadenken over elke stap die die zet. En nou is die natuurlijk al heel lang niet meer een wild dier. Maar dat heeft hij toch gehouden, dat gedrag van zijn wilde voorouders. Dus je kunt een ezel niet dwingen om te doen wat jij wilt. Een ezel is bereid om heel veel voor zijn baas te doen, maar wil dan wel graag zelf blijven nadenken.
En een beloning achteraf? Een beloning kan die krijgen, dat moet hij ook krijgen. Maar een beloning wil niet zeggen dat je dan met een zak vol met lekkers loopt. Als je hem een knuffel geeft of je zegt dat je met je stem belonen, dat je heel braaf is geweest, goed zo, dan is het ook goed. Ik wil vragen hoe ze heet? Joke van Kerk. Joke van Kerk. En Joke rijdt op een Massey Ferguson 65. Met een Massey Ferguson 65. We hebben hem daar straks ook al gezien. En hij vertelde bij dit spel met stuurbekrachting. Het is een Ferguson. Een ME35, bouwjaar 1955. Uit 1953, het aantal pk's is 17. Hij start op benzine en dan gaat hij verder op diesel. Het is in één cilinder. Roy Damen uit Dongen heeft een mooie Lance Bulldog A1215 bij. Hij is uit 1954. Hij heeft 20 pk's, 1005 cc, het is een diesel en hij heeft twee cilinders. Hans de Bond en Hans heeft een Ferguson bij. Dames en heren, denk niet dat dat allemaal goud is wat blinkt. Want het is wel goud, zegt hij. En Karel heeft een mooie Ferguson. Hij heeft er wel een eenheidskleur van gemaakt van heel die tractor. In heel rustig grijs en denk dan val ik niet op. Hey Jos, en in 2020, hoe gaat de boerendag er dan uitzien? Dat is een goede vraag. Dat is nog ver vooruit, hè. Maar ik denk, als het, zoals ik nu zie, tot nu de sfeer heb geproefd, dan gaat hij gewoon op deze manier verder. Ja, want dan hebben wij dus de 45e boerendag. Rijdt hij dan nog door het dorp? Ik hoop het. Een hele mooie dag.